Rob Baan en ik ben hier de tuinder bij, bij Koppertkres. Wij produceren microgroenten voor de topgastronomie. Dat zijn die mooie blaadjes die je bij een duur gerecht in een goed restaurant ziet. En deze smaakt heerlijk naar komijn. Ja, dit speldje, Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2020, daar ben ik heel trots op. Die heb ik gekregen, ik denk door mijn medewerkers. Die hebben mij ingeschreven met een heel verhaal erbij. Waar ik zelf rode koontjes van kreeg, zo goed als ik was volgens hun. Maar waar eigenlijk iedereen het over had was in de jury van het zelfstandig vermarkten van je product. Zelfstandig bezig zijn met het eindklant. Dat eigenlijk wel de doorbraak was voor iedereen. En ja, en innovatie en onze cijfers en onze sociaalheid en duurzaamheid en al die andere dingen erbij. De rol van de Nederlandse tuinbouw in de toekomst is enorm in mijn ogen. Wat niet veel mensen weten is, ik heb in zo'n 100 landen in de tuinbouw gewerkt, waaronder heel veel in China. En als je in China driehoog achteraan belt en je zegt ik kom uit Nederland, maakt niet uit waar, dan zeggen ze tuinbouw. En als je in Nederland zegt ik ben tuin, dan zeggen joh, kon je leren, zeker in Den Haag. Wij zijn zo ontzettend slim met elkaar, niet alleen maar met elkaar, met zoveel verbeteringen die elke keer soms een halve millimeter zijn, maar bij elkaar opgeteld, een gigantische verbetering door de jaren heen. Als je tuinbouw kijkt van 40 jaar geleden en tuinbouw van vandaag, waar we nu staan met LED-verlichting, alles erop en eraan, dat is zo ver en zo duurzaam en zo doordacht, dat is voor iedereen een voorbeeld. Welke tuinbouwinnovaties zou ik willen zien en welke komen eraan? Duurzaamheid, geen discussie. Je kan het niet maken om energie te verbranden, fossiel energie verbranden, terwijl de zon zoveel energie geeft. Dus dat zullen wij heel snel moeten oplossen. Ik ben heel trots op deze kast. Deze kast is fossielvrij. Dus innovatie die ik ga denken, die gaat komen, is weer terug naar natuur. We gaan weer zijn zoals we horen te zijn. Niet met alles kunstmatig en met genetisch gemodificeerd en ik weet die mooie kreten van CRISPR-Cas en zo. De natuur is heel rijk. Laten we eerst de natuur benutten en dan gaan kijken wat je moet gaan veranderen. In plaats van alles gaan veranderen en daarna zeggen van oei, hebben we niet goed gedaan. Maar laten we niet vergeten dat innovatie in de tuinbouw mensenwerk is. Dus we moeten niet alleen op computers afgaan enzovoorts. Die mensen die met de praktijk praten, met de planten praten, die blijf je nodig hebben. Die plantenfluisteraars is voor mij echt de basis. En die computers zijn de oplossing ervan, niet de basis. Dat samenwerken in het Westland en samen in de tuinbouw, daar zijn we zo bescheiden over. Daar moet je bijna voor schamen dat je zo bescheiden bent. Want we kunnen zoveel mensen in de wereld helpen door te laten zien wat wij allemaal samen doen. En al die bedrijven die allemaal op één manier meedenken, meedragen, mee verbeteren. In deze kast staan al een aantal innovaties die nog nooit gebeurd waren. Denk aan het glas, denk aan de LED-verlichting, denk aan de warmte terugwisselaars, de koeling, de verwarming, de behandeling van het zaad. En dan heb ik niet eens over de afzet die we allemaal met z'n allen doen. Dus het is zo uniek dat je kan dit niet doen zonder samen te werken. Wat kan een coöperatie doen? Ja, kijk, een coöperatie heeft een heel groot voordeel. Die zien bij heel veel mensen in de keuken wat er aan de hand is. Dus die kunnen die innovatie nog veel meer versterken dan individuele tuinders het kunnen. Dus die kennispoot van de coöperatie. Ik heb zelf heel lang voor een zaadbedrijf gewerkt. Je leert van de fouten van alle andere mensen door te zorgen dat je klanten steeds beter kunnen doen. En durven, niet gaan voor het gangbare, maar durven zeggen, joh, dit is eigenlijk ouderwets wat je noemt. Dat kan veel moderner. Het kost wel wat meer, maar het levert ook veel meer dingen op. En wat coöperatie ook zouden kunnen doen, is weer zorgen dat er een goede reclame wordt gemaakt voor onze sector. Dat wij weer fier worden, trots. Ik mis in onze hele tuinbouw een productfierheid. En ik mis bij onze toeleveranciers een sectorvierheid. En dat hele plaatje creëren met z'n allen, daar kan een coöperatie veel aan bijdragen. Dus dat wil ik Hortikoop meegeven. Werk aan die kant. En ongetwijfeld doe je al wat die kant op, maar dat kan nog veel sterker. Dus ja, ik denk veel toekomst voor coöperatief denken. Dat is zeker heel modern. Wat ik als winnaar van Agrarisch Ondernemen 2020 mee wil geven aan de sector, is toch de why. Waarom staan we 's morgens om 5 uur op?
waarom werken we als een zweet in die kas in de zomer? De why van de tuinbouw is zo'n 10.000 jaar geleden ontstaan, toen mensen in steden gingen wonen. Wij zijn er om de stad gezond te maken. Dus de why van de tuinbouw is gezondheid en geluk. Groene planten geven heel veel rust, geven zuurstof, geven goede aerosolen. Een klas vol met groene planten functioneert veel beter dan een klas zonder groene planten en kunstplanten. En voeding, die de gezondheid moet brengen, is cruciaal. Ja, wij zijn niet gemaakt om blikjes open te trekken of pakjes open te scheuren met ultra-processed food. Wij zijn gemaakt om volgens het eten volgens de natuur. Gezondheid en geluk is de why van ons vak en daar moeten we veel meer uitdragen, want er zit veel meer waarde aan. The future is now.